Goedemiddag, lieve mensen. Ik ben hier samen met Jesse. Hey, Jesse. Hallo. Hi. Om te gaan tinderen. Lieve kijkers, leuk dat jullie kijken. Het is nog steeds Kelsember, de maand waarin ik elke dag upload. Ik ga mentaal en fysiek een beetje naar de kloten. Maar alsnog, ik doe het voor jullie. Het concept van deze hele maand is dat ik jullie vraag om een bepaald aantal likes te halen. Mochten we het halen binnen 24 uur, dan komt er morgen weer een nieuwe video. Daar was je niet van de hoogte? Nee, wist ik nog niet. Nu wel. Dank je. We hebben er 8500 nodig. Ik heb geloof in jullie. Mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik ga vandaag tinderen met Jesse. Of eigenlijk gaan we... Ja, eigenlijk ga jij tinderen. Ik heb een accountje voor jou aangemaakt. Ja, want ik denk, jij moet gewoon de foto's uitzoeken. Want ik ben heel benieuwd hoe jij mij ziet op Tinder. Ja, ik heb mijn best gedaan. Ben jij veelvuldig Tinder-gebruikster? Soms vind ik het heel lekker om gewoon lekker op de bank lekker te swipen en vervolgens dan van die nutteloze gesprekken te hebben. Maar niet serieus, ik hoef geen relatie van Tinder. Zeker niet? Met mijn ex heb ik van Tinder, dat is ook niet gewerkt, dus ja. Ik wil al 7 jaar Tinder, maar goed. Heb ik straks ruzie. Je moet nog even een beschrijvingje bedenken, want dat kon ik niet. Ik heb er maar een paar emojis ingeflikkerd. Ik dacht, dat moeten we maar gewoon doen. Nee, maar de beschrijving is, wat willen we bereiken? Willen we dickpics bereiken of willen we een intellectueel gesprek? Ja, ik denk dat niemand van het laatste gelukkig wordt. Kijk, het zou leuk zijn als we vandaag echt binnen no time iemand hebben die oprecht gewoon, als je zegt, kom nu hier naartoe, of we gaan nu in Amsterdam afspreken, dat die down is om het te doen. Dat vind ik altijd bijzonder. Nou, oké. Okay, ja, ik zie al één foto. Ja, ik heb één foto. Oké. Dat is wel heftig. Dit is een foto. Ja. Wat vind je ervan? Ja, dat vind ik een goede foto. Oké. Ja. Nou, dat is een beetje heftig. Ja, jij hebt op Instagram gezet. Ja, I know, maar ik wist dat jij foto's uitzoeken dat je die erbij ging. Nee, maar ja, maar... Het is de enige foto waar je mijn titel ziet. Een beschrijving. Ja, hier staat about me. Ik heb er maar 4 emoties bij gedaan. Ik dacht, weet je... Ik heb altijd de neiging om het over kaas te hebben, want ik vind kaas dus heel vies. En dat is voor een Nederlander dus heel raar. Nederlander die niet van kaas houdt. Ja, nu gaat het gebeuren, dames en heren. Mocht je nou denken, hé, waarom zie ik geen mannetjes in beeld? Nou ja, dat komt omdat ik ze allemaal moet blurren. Anders krijg ik rechtszaak. Ik heb hier nog niks gedaan. Of we zullen gewoon alles doen. Ja, van mij mag je alles doen. Mark is 23. Mark. Anders was je Mark nooit tegengekomen als je 5. Mark is nou niet echt iets waarvan ik denk, nou, daar word ik warm van. Nou, het is toch een leuke gozer. Hij zat dat waar, dat is wel goed. En een kind. Nee, dat vind ik heftig. Nee, dat vind ik heftig. Nou. Oké. Okay. Oh jeetje, nou maar. Nee. Oh. Maar ik had krullen. Hey, super like. Al? Doe even super like dit. Okay. Lekker. Uit het geweer. Lekker, Jesse Maya. We hebben 4 mensen gehad en je hebt al een match. Lekker. Dit is gewoon alsof jij op deze sport zit. Ik moet mensen uitproberen te leggen wat we zien, maar jij gaat jouw tempo. Oh, sorry. Is niet normaal. Ja, ze zien het toch. Oh, Tim heeft een super. Hij heeft wel een hond. Ja, maar dit is een super lekker. Zo moet ik wel doen, want we hebben potentie. Juist. Maar ik ga je eerlijk vertellen, Jesse Maya, ik heb nog nooit zo snel zoveel super likes meegemaakt. Jezelf, even pauze. Jesse, time out. Hoezo gaat dit zo fucking snel? Het is toch hetzelfde als je in een winkel inloopt. Dus ik een rek zie. Ik hoef niet elk t-shirtje door. Ik zie gewoon een rek. Nee, dat is niks. En je loopt door. Oh, maar een bericht. Hey, handsome. Ooh. Lekker. Oké, nou. Dat vind ik heftig. Ja, maar kijk nou. Oh. Ja, kom. Nee, maar. Hi. Dit is echt, voor de mensen thuis, dit is echt gewoon een hele normale man. Jij doet alsof het weirdo is, maar dit is een hele normale gozer. Tim is wel happig, moet ik eerlijk toegeven. Ja, ik vind het wel interessant. Tim is wel lekkere dag. Ja, heerlijk. Dit gaat soepeltjes, jongen. Jij? Zeg iets, iets over zijn hond. Zeg iets over zijn hond. Bedenk eens over zijn hond. Leuke hond. Oeh, die is wel leuk. Hij is 18 jaar. Oh, als pedo. Je bent wel echt helemaal in je element. Ja, maar nu weet ik wel dat jij Tinder soms even een paar weken laat liggen. Want als je zo snel swipet, dan is iedereen gewoon op. Per persoon moeten we even een herkenbaar dingetje hebben. Dus dit is Tim de hondenman. Dat de Tim kijker ook weet, want mensen zien Tim niet. Maar Tim is gewoon een hondenboy. Ja, Tim is... Nou, nee, dit kan echt niet. Ik vind het echt... Het is ook letterlijk 1:15 middags. Het is niet dat mensen lekker net gegeten hebben op de bank liggen, okay. Netflixen. Nice tattoos. Ja, dank je. Hoor je dat? Het alarm gaat af. Hoe is het mogelijk? We weten allemaal dat als het alarm afgaat, wat door de hele wijk suist, dat ik aan de beurt ben. Zegt hij nou? Ja, graag gedaan. Jezus, wat een lamme zak, jongen, dit. Nee, het enige wat hij doet is, hoe is het? Ha, wat? Nice tattoos. Ja, graag gedaan. Dit is toch een kutgesprek, hè? Het Tim is niet... Dat is wel mijn hoofd, hè? Ja, het is wel je koppie. Wat houdt je bezig
Naast je hond, wat houd je bezig? Tim heeft een heel interessant leven. Dit is echt typisch iets voor jou. Hij doet vooral aan studeren, werken, voetbal. Hollander 1.0. Maar wat moet je hier nou mee? Het gaat mij meer om de manier waarop je dit zegt. Het is zo van, nou, wat is gewoon zit er in je leven? Studeren, werken en voetballen. Zeg je zo, jij hebt een leuk leven. Nee, dat gaan we niet. Nee, dat gaan we niet. Die kant gaan we niet op. Alice Dar. Wat een goos. Hij is wel Engels. Tim net een lullen, ja, vind ik ook. En jouw leven? Vind je DT? Ik loop. Nee. Ik? Nee, nee, nee. Vind je heftig? DT of niet? Tering, man. Nee, maar dan weten we wel wat hij recht toe voor okay. Business is. Ja, nee, zei ik. Oké, okay. Quizje, een quiz. Denk je dat hij ja of nee gaat zeggen? Go, snel! Ja, hij gaat ja zeggen. Hij zegt nee. Graag! Oh! Ja. Jij hebt het niet te geloven, Jesse, maar ja. Wow. Tim hebben we gewoon zo afgehandeld. Hij wil neuken, oké. Okay. Klaar, Sam. Sam is wel leuk. Ja, Sam is wel geinig. Lekker, je hebt een match met Sam. Dat vind ik knap. Vind ik echt ja, dat vind ik fijn. Vind ik mooi, ik ga even met Sam praten. Oh, dus de mensen die me allemaal nu geleid hebben, hebben in principe ook een soort van geen leven. Ja, zit precies. Zit dus niet op werk. Ja, kijk, Sam gaat ook al typen, G. Ja. Dit is ongekend. Hey, hallo. Ik ga deze sturen. How about no? Ja, ik weet het niet. Sorry, ik weet het niet waarom. Sorry, verkeerde gifje. Laten we opnieuw beginnen. Hoe is het? Ah nee, niet hoe is het? Hoezo dan, niet? Dan kan je het niet vragen iemand, dan krijg je okay. Een kut antwoord. Ja, goed met jou, ja ook goed. Maar als hij straks vraagt met jou, dan kunnen we zeggen nee, het gaat slecht. Kijk, en dan heb je een goed gesprek. Alleen een beetje koud hier. Ja hè, winter. Tering. Koud. Leuk gifje doen van de kou. Jeetje, wat zijn we goed. Dit is mooi, oké. Wow. Tim heeft een gifje gestuurd. Oh. Ik weet nog niet wat het is. We gaan een kleine quiz doen. Omdat ik heb net natuurlijk die lik gestuurd. Dus dan denk ik dat hij of iets met een piemel heeft gedaan. Ja, ik denk dat hij zo eentje doet. Zo. Met zo'n wenkbrauwtje. Zo van, oké, oké. Zo'n motherfucker. Ja. Hij precies. Ja. Ja. Dit is precies zoals ja. Maar wat ik eventjes dan... Nu Sam. Heel even terug naar Sam. Waar ze zijn met onderhoud bezig van de stadsverwarming. Oh, het ging altijd zielig. Het ging verwarming. Zal ik een kruikje komen brengen? Dat is een goeie. Oh, Tim de hondeman. Nee, lig je in bed? Lol, nee dat niet. Jij wel. Wat is hij dan aan het doen? Oh, wat heb je nou net gezegd, Jesse? Ja, maar misschien gaat hij dan in bed liggen. Zullen we gewoon alles liken? Weet je wat we... Ja, doen... Nou. Zullen we gewoon alles doen? Oh, nog maar super likes. We hebben er 34. Dat is toch goed? Dat... Oh, wat heftig. Oh. Jezus, wat een machine. Heel. Dat is ook lang, jeetje. Nee, je kan het niet zien, maar we hebben een apparaat binnengekregen, jongen. Is je opgevallen hoe die bovenste balk de hele tijd eruit ziet? Ja, doe even. How's it going? Okay. Amazing, sweetie. Wat? Ik kan het niet meer aan. Had je me toch alsnog niet kunnen zien? Oh. Altijd wat te regelen. Wat? Ja, ik word helemaal kriebelig van jouw Tindergebruik. Jezus. 37. Mijn editor krijgt zoveel stress van jou, dat weet ik nu al. Tim? Honden Tim verdient wel een afsluiting van ons. Ik ga. Sorry. Mocht je deze video nou niet geliked hebben, doe het eventjes. Anders komt er morgen geen nieuwe. Dus hey, snap je, 8500 likes binnen 24 uur, doe het eventjes. Hou me met trouwen. Hey! Oh nee, wacht, ik bedoel hoi. Psst. Heb je geld? Hier, neem jij het maar weer. Kijk die Josemir. Oh, kijk hem gaan. Ik heb 5 euro in mijn zak. 5 euro? Op je muil, gauw. Hoe ga je dan de bruiloft dokken? Ja. Oké, okay, onze Hulk zegt... I'm from UK, live in London and I'm here till Sunday. Not sure what your plans are between now and then, but it would be super cool to meet and go out. None of my work colleagues are similar to me, so I'm dying inside and just went to escape and explore Amsterdam. Dit klinkt dus als een copy-paste. Dit klinkt als iets wat hij in ieder geval naar 80 vrouwen heeft gestuurd. Gewoon contact met iemand hier kent? What do you want from me? Ja, ah, maar deze gast is niet normaal. Ik wil nu een foto in beeld van hoe die er ongeveer uitziet, maar niet letterlijk. Weet je, linksom of rechtsom, dit moet toch wel fijn zijn? Voor je ego, een beetje. Dat ook helemaal de andere kant op kunnen gaan. We hebben oprecht gewoon best wel... Ja. Je hebt fucking 637 matches. Onze Hulk zegt, company and conversation primarily. You can get more, but we don't need to act on that unless the vibe is right. Nee, dat vind ik te ingewikkeld weer. Het is zeg, you can be my personal bodyguard while I'm here. Ik die van hem? Yo, je bent fucking 120 kilo met je spieren. Jij bent gespierd. Protect me. Sam, wat zegt Sam dan? Sam zegt, api. Oh, je mag wel naast me. Oh, lekker.
Lekker, Sam. On my way. Okay. On my way. Oké. Okay. Wat heb je aan? Dan stop ik. Ja. Met andere woorden, hij heeft een grote pik. Dat is wat type. I'm well equipped. Sam heeft niet veel aan. Sam heeft gewoon niks aan. Oh, jeetje. Hij wil me. We gaan richting het eind van deze legendarische video. Ik wil één ding van je vragen. Als je iemand moet kiezen uit al je 800 matches. Ik wil dat jij die persoon vraagt. Doe gewoon Sam doen, die heeft toch al niks aan. Oké, okay, ik wil dat je Sam de hamvraag stelt. De concluderende vraag. Wat is je adres? Sam. Wat is je adres? We weten als Sam nu zijn adres stuurt. Ik ga hem natuurlijk niet in beeld brengen, want dat is niet de bedoeling. Maar dan weten we wel dat hij business, dat hij in business is. Dat hij het gewoon wil doen. Mijn vraag eventjes. Denk jij dat hij zijn adres gaat geven of niet? Ik denk het wel. Ja, ik denk dus niet. Weet je, dit is zo'n gastje die daar helemaal leuk aan zijn ding zit te rukken nu en helemaal geil aan het zijn is. Maar dan als het erop neerkomt, dan zegt hij, oh ja, oké. Okay. Ik woon niet alleen. Nee, maar dat vroeg ik niet. Schiet je vriendin? Dat zou helemaal verschrikkelijk zijn. Maar 26, dan woon je toch niet meer bij je ouders? Ofwel. Maar dan is het sowieso al klaar. Mensen, het wordt daadwerkelijk spannend op dit moment. Het zou zomaar kunnen zijn dat er een donderdag kan je komen. Het overmorgen. Is goed. Met wie woon je? Vraag even waarheen? Met wie waarheen? Hé, hey, maar hij is wel... He's down to business. Ja, serieus. Ja. Jij dacht, dit is die motherfucker die veilig is in bedje. Hij reageert ook snel, G. Met mijn moeder. Ja, wel schattig. 26. Als het donderdag vroeg komt, hebben we alle tijd. Deze... Dit. Ik vind het wel... Hij zegt gewoon, hij wil gewoon letterlijk naar hem toe. Vraag dan, wat is de adres? Vergeet de video niet te liken, anders komt er morgen geen nieuw. Huh. Abonneer ook even op mijn kanaaltje. Abonneer ook even op Jessie. Omdat ze zo'n legendarisch Tinderaar is. Hij ontwijkt de lul. Ik moet je adres weten. Ik wil eerst meer van jou weten. Ja, deze teringleier. Hij doet nee, man. Dit wordt hem echt niet. Snelle wip. Meer niet. Als hij hem nu nog niet geeft, dan is het officieel voorbij. Dan is het klaar. Dan is het uit. Dan ben ik klaar, dan kap ik ermee. Dan is het wat nu? Kan nu niet. Ja, gast. Ik vind het mooi geweest. Doei, Sam. Oké. Okay. Ja, nee, ja. Jij bent wel eerlijk. Als jouw Tinder-sessies er altijd zo uitzien, ook als je alleen bent, dan ben ik wel jaloers op je. Ik doe niet zoveel moeite ervoor. Dames en heren, dankjewel voor het kijken. Vergeet deze video niet te liken en te abonneren op mij en op Jessie. En dan zie ik je hopelijk morgen weer met een nieuwe video. Ik ben klaar met filmen. Ja. Maar ik open de Tinder net nog even. Ik moet je dit nog even laten zien. Wil je het hardop voorlezen? Nee. Why? Als je me wilt neuken, kan het donderdag ook, toch? Is mijn Snapchat... Kan je mijn harde lul laten zien? Het was wel de bevestiging. Dit is gewoon zo'n teringleier die in zijn bed ligt. En gewoon even op Snapchat of zijn lul wil sturen. Klaar. Kutje wil zien. Dus hè, mocht er nog mensen zijn die interesse hebben, mail me even, dan geef ik je zijn Snapchat. Joho!